Goedemorgen iedereen. Ik ben nu in Puerto Bertrand. Ik dacht dat het een grotere stad was, maar het is maar een klein dorpje met een paar huizen. Van hieruit gaat het vandaag verder naar La Angostura. Dat is een 430 kilometer. Maar ik weet niet of ik dat zo ga halen, omdat het allemaal onverhard is. Maar hier in Puerto Bertrand ben ik heel goed onthaald. Ik ben hier gisterenavond pas om 8:30 toegekomen. Onthaald door een mevrouw die buiten stond te wachten en mij binnengevraagd heeft. Ik heb hier heel lekkere soep gegeten. Lekker ontbijt ook. Heel goed geslapen. En het weer ziet er nu zo uit. Mistig, bewolkt. Daarnet was het nog volop aan het regenen. Dus, en ik ga moeten uitkijken voor benzine. Want op die 430 kilometer zijn er maar 2 navstations en ik mag die niet missen. En voor eentje moet ik 32 kilometer omrijden. In elk geval, welkom bij Patricius Pad en geniet van deze dag. Ja, en ik ga mijn mooi huisje hier in Puerto Bertrand verlaten. Daar heb ik geslapen. Weliswaar niet in de hangmat gelegen, maar het was heel comfortabel. Heel goede ontvangst hier. Mensen hebben speciaal de poort voor mij open gedaan. En nu gaan we de mist en de regen en de bergen trotseren. Hè. Daar gaat het toch wel allemaal een beetje over. Ik hoop vooral dat het droog blijft. De rivieren hier die zijn allemaal zo prachtig blauw van het gletsjerwater. Ik ga ze even laten zien. Ik weet niet of je dat kunt zien van hieruit. Prachtig blauw. Ik ben nu door het Nationaal Park van Patagonië aan het rijden. Van Bertrand naar Cochran en van Cochran naar La Angostura. Een hele onderneming. Je moet daarbij ook de grens over. Het schijnt een piepkleine grens te zijn. Ik sta nu op het punt dat ik moet beslissen of ik wel ga doorrijden naar Cochran. Dat is een zijsprongetje van 34 kilometer om daar te gaan tanken. Ofwel rechtstreeks naar mijn bestemming gaan rijden over de Paso Roballas. Roballos, daar zijn geen tankstations meer. De afstand die ik moet afleggen tot het volgende tankstation is 137 kilometer. En ik weet niet of ik daar geraak. Ik ga het toch proberen. Anders moet ik helemaal rondrijden. Dat is ook te gek, hè. Door het park. Nationaal Patagonië. Beautiful. Beautiful. I like it. Ja, de hobbels maken dat de camera niet blijft staan. Ik ben ook maar een amateur, hè. Amateurs hebben recht op fouten. Parque Nacional Patagonia. Hier heb je onze guanacos, hè. Een soort kameelachtige. Wilde lama. Mooi.
De Andes is toch een prachtige bergketen. En vooral dan het Nationaal Park Patagonië dat er tussenin ligt. En zoals je weet is de Andes de langste bergketen ter wereld. En na de Himalaya ook de hoogste. Hè. Dus dat is toch mooi als je daar mocht doorrijden. Even eens pauze pakken. Zo van die repen, dat zijn mijn maaltijden. Hè. Gisteren één keer gegeten. En vandaag ja, ontbeten. En we zullen zien wanneer we straks eten. Maar dat is eigenlijk een geweldige uitvinding. Grensovergangen zijn. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hacia dónde viaja? ¿Argentina? Argentina. ¿Qué sector? Lago Posada, Calafate. Angostura. Ah, ya. What? Estado civil. Married, casado. English? No. Traductor. Traductor. Married. Married, casado. Married. What? You see? Yeah. Ah, yeah. 67, hè? Huh? 67 years, no. Demuestra menos. Ah, thank you. Belgica. Belgica. Belgium. Voilà, de batterijen van de GoPro vervangen juist. Ik sta nu tussen de twee grenzen van Chili en Argentinië. In niemandsland dus. Ook niet verkeerd, hè. Omgeven door de mooie Andes. Voilà, en nu ga ik naar de grens van Argentinië. En ik vermoed dat dat even vriendelijke mensen zijn, hè. Welcome to Argentina. Hello. Buenos días. ¿Cuántas motos son? ¿Anda solo usted? Solo. ¿Y esta la moto de dónde es? Chile, rented. ¿Eh? Rental. Pase. ¿Solo anda en la moto? Sí. ¿Gmail? Ya. Yeah. Thank you.
Zo, ik ben de grens over. Ik zit nu in Argentinië, in dit prachtige landschap. En het is nog 65 kilometer tot aan het tankstation. Als het open is, want anders heb ik een gigantisch probleem. Maar ik ga ervan uit. En ja, de weg is eigenlijk zo slecht dat mijn camera moeilijk blijft staan. Hè. Ik ben dan ook maar een amateur, zoals je weet. Hè. Een wind! Je ziet dat niet, maar het is wel. Wind ziet je niet, dat voelt je. Ik ga iets uittrekken. Dat is fantastisch hier, hè. Alle kleuren. Wit, groen, bruin. Een paar koeien ertussen. Alle schakeringen. Je waant u hier in een ander, op een andere planeet. Hola. Meer moeten zijn, dat is helemaal opgedroogd. Maar wat een verschil met Chili. Chili zo groen, zo vochtig, zo nat. Qua temperatuur was daar deze morgen ook maar 8 graden. En nu zit ik aan 21 graden. Maar hier hebben we dan weer de wind. Hè. Die komt van alle kanten. Rechts beneden zijn een gaucho, zijn honden en zijn koeien. Ik vind het indrukwekkend, hè. Het mooiste van Chili en Argentinië dat ik het nog niet gezien heb. En misschien is het dan wel goed dat de wegen zo slecht zijn. Want ja, anders was het hier vergeven van het toerisme natuurlijk. En nu moet je wel een 3 keer nadenken voordat je dat je weg doet. Wauw. Het is toch wel een andere wereld. Hè. En op een navigatie staat dat er hier één groot meer is. Maar helemaal opgedroogd, hè. The old man and the sea. The old man and the lake.
indrukwekkend. Ik kan er eigenlijk niet genoeg van krijgen. Maar zo dor en kaal en wind en toch warm. 23 graden ondertussen, het is morgen 8. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Hè. Ik heb nog overwogen om een andere weg te nemen. Al maar goed dat ik dat niet gedaan heb. Hè. Chili, Argentinië, boven. Hè. Ik ben op zoek naar een naftstationnetje. Ik hoop dat hij hier ergens is. Daar zie ik een purperen naftpompje. Maar is dat dopen? Hier sta ik nu, een naftpomp, maar niemand die hier is. Ik heb nog iemand aangereden. Misschien kan die het oplossen. Die man die, van dat busje hier is naar de politie gegaan met de bedoeling. Of met de vraag dat degene die dat pompstation bedient, dat die zou komen en die gaat zo dadelijk waarschijnlijk arriveren. En dan zijn we uit de nood geholpen. Het paarse naftstation. Want ik zit door mijn benzine heen en dat gaat de redding zijn. Die man is die gaan halen en ergens in het dorp. En nu ga ik naft krijgen. Hè. Sí, pues tenía que venir hoy, me llamaron que viene el miércoles a la mañana. Y me pegaron un sacudón el fin de semana. Claro, y ahora el otro fin de semana tenés otra. No, de acá, ya ahora, ya el fin de semana largo. Sí. Thank you. First time in Argentina. Where are you from? From Belgium. Belgium, Bélgica. Belgium. Ahora ruta 39. Sí. Ruta 39, Caracoles. Sí, tiene todo, todo el trayecto hecho y va a ir entrando. Todo. Así que nos vamos a ir encontrando. Bien, thank bien, you. Bien, bien. Thank you. Chao. Ja, wat wil de mens meer? Chocolat, boterhammetje en banaan. Al wat we nodig hebben hè, hier in Patagonië, Argentina. Ik ben hier nu al meer dan een uur aan het rijden. Ja, anderhalf uur aan het rijden. Sinds ik getankt heb. Zo desolaat als het maar kan zijn. Hè. Van die onverharde grindwegen met gaten en wasborden. En je komt hier ook niemand tegen. De Andes is gigantisch, zeg ik u. Ik hoop een overnachtingsplaats te vinden. Het is nu 17:15. En ik hoop binnen een uurtje of twee gevonden te hebben. Want hier is dus niks. Hè. Ik hoop op een boerderij waar ze kamers ter beschikking hebben. Zullen we zien. Hè.
Hotel Bayo Caracoles. De honden zijn erbij. Dat is de entree. Dat is onze gang. En hier ga ik overnachten. Zo. In dat kamertje. En sanitair. Dat is hier, hè. Caballeros, damas. Dat is hier voor de heren. Kijk. Goed, maar toch ook even de dag afsluiten. Ik ben vertrokken in Puerto Bertrand, waar ik heel goed geslapen heb. Over onverharde wegen, continu. Prachtige landschappen gezien. Wel een zware inspanning. Ik was bang dat ik niet genoeg naft had. Maar uiteindelijk aan het paarse naftstation is dat mooi gelukt. Ik heb onderweg condors gezien. Veel stof gegeten ook. Maar vooral prachtige landschappen. De grensovergangen van Chili en Argentinië mogen doen. Dat was charmant. En nu ben ik eigenlijk in een baanhotelletje. Als je dat zo kunt noemen. Dat is hier zijn werkzaamheden bezig. Aan de weg en ik denk dat het werkvolk hier overnacht. Dus het is primitief, maar ik hoop goed te slapen. Oké, en dan morgen zetten we onze tocht verder. Ik denk dat ik ongeveer een 350 kilometer over onderharde wegen gedaan heb. En ik moet je zeggen, dat is een heel inspanning. Als je genoten hebt van de mooie landschappen, geef dan een dikke duim omhoog. En abonneer u gratis en dan zult u het volgende filmpje niet hoeven te missen. Bedankt voor het kijken en tot morgen op ons Patriciuspad. Dag.